helemaal relaxed. En nu is de zee nog best wel rustig. Maar dat kan er ook heel anders aan toe gaan. En als het echt keihard stormt, ja, dan kan het ook gewoon best wel gevaarlijk worden. Dan kan het zeewater tegen de duinen aanbeuken. Als die duinen er niet zouden zijn, dan zou dat water gewoon zo het land instromen. Maar gelukkig hebben we hier in Nederland maar liefst 250 kilometer duinen ter bescherming tegen de zee. Maar hoe zijn die duinen eigenlijk ontstaan? Nou, dat is eigenlijk heel logisch, namelijk van het zand uit de zee. Kijk, die golven die voeren dat zand aan zo richting strand. En als het dan eb is, zoals nu, met een heel breed strand, dan droogt dat zand voor een deel op. Kijk, hier. En als de wind dus vanuit zee staat, en dat is best wel vaak, dan blaast die wind dat zand zo verder het strand op. En daar ligt dan bijvoorbeeld een stukje zeewier of hout. En daar kan het zand dan een heel mooi hoopje omheen vormen. Kijk. En daar groeit dan een helmgrasje op. Of bijvoorbeeld dit plantje. Dat is biestarwe. En dit zijn best wel bijzondere plantjes, want ze kunnen heel goed tegen zout. En met die lange taaie wortels en die stengels houden ze dat zand heel mooi op hun plek. En dat worden dan eigenlijk gewoon mini-duintjes. En die gaan groeien en die kunnen dan weer uitgroeien tot deze duinen. Maar achter deze duinenrij liggen dan weer veel meer duinen. Ja, en daar staat hij al, boswachter Bob. Ik ben er. Lekker stukje klimmen dit, Bob. Maar het is wel echt heel mooi hier bovenop. Ja, het is echt mooi, hè? En zijn dat nou ook allemaal duinen? Ja, inderdaad. Het hele duingebied, dat is ongeveer 1000 jaar oud. Oké. Okay. En de voorste duinenrij, dus aan de zeereep waar we nu staan, ja? Die zijn ongeveer 200 jaar oud. Dus die zijn een stuk jonger. Ja. Dit middelste gebied, dat heet het middenduin. Ja. Met zijn paraboolvormige duinen. Dat zijn eigenlijk een soort maanvormen. En die zijn begroeid met gras en struiken. Okay. Daartussen liggen de duingraslanden en de natte duinvalleien. Daarachter heb je weer het bos. Omdat de bomen, die houden niet van de zeewind. En dit is dus allemaal natuurgebied, hè? Ja, dat klopt. Maar voor jou als boswachter wel lekker, want daar hoef je natuurlijk niks aan te doen. Jawel, want om het gebied gezond en natuurlijk te houden, helpen we de natuur een handje. Oh ja? Door bijvoorbeeld zand te laten stuiven of het gebied open te houden, struiken weg te halen. We proberen zoveel mogelijk planten en dieren aan te trekken die van nature in dit duingebied thuis horen. Yo, ik ben Wesley en dat is mijn broertje Rodney. En ik ben Rodney en dat is mijn broertje Wesley. Ja, en dit hierachter is een van de grootste klimduinen van Nederland. En elk jaar organiseren ze hier de Klimduinrun. Dat is geen run voor de fun, maar een race voor de chase. Ja, en dan rennen de mensen helemaal super speedy en quick. En het publiek wordt helemaal crazy. Wesley en Rodney. Wat kan ik voor jullie doen? Nou, mevrouw, wij zijn dus Wesley en Rodney. En Rodney. En we willen graag meedoen aan de wedstrijdrun. Ja, dit is een officieel atletiek evenement. Jullie mogen alleen meedoen als jullie binnen de 30 seconden rennen. Maar dat is super speedy en snel. Oh, maar de rennende brothers kunnen dat wel. Ga eerst maar eens oefenen. Hier, jullie mogen mijn stopwatch lenen. Heel veel succes. Ready the Paddy Wesley. Oké, dan druk ik op deze top-notch stopwatch. En go! Laat mij maar even. Wesley, door, kom op. Het is een kwestie van evenwicht, Rodney. Balance. Oké, let's go. In 20 seconden. Zo, jongens. Dat had ik echt niet verwacht. Ik ben onder de indruk. Laat maar zien. Ja. Wat gaan jullie nou doen? Oh, naar boven lopen, zodat we weer naar beneden kunnen runnen. Ja, maar de start is hier. De klimduinrun is van beneden naar boven. Ja, kom op nou! Kom op! Ik juich nooit meer toe, Quickly, Rodney. Ik ook niet, Wesley.
Het Noord-Hollands duinlandschap is een uniek duingebied. Ik vind het echt prachtig hier. Gaaf, hè? Ja. Hey, en deze paraboolduinen, lagen die nou vroeger aan zee? Aan het strand, zeg maar? Ja, zo'n 300 jaar geleden wel. Oké. Maar toen waren ze nog niet begroeid met deze grassen. Waren ze kaal eigenlijk? Toen waren ze kaal. Mm-hmm. En kon het zand vrij stuiven en wandelden de duinen landinwaarts. Wandelen, die duinen? Ja, door de wind werden de duinen landinwaarts geblazen. En aan de zeereep ontstonden dan weer nieuwe duinen. Maar als de duinen begroeid zijn, kunnen ze niet meer verstuiven. Maar dat is toch op zich goed? Nee, maar dan komt er dus geen kalkrijk zand meer in de duinen erachter. Mm-hmm. En voor gezonde duinen moet de bodem schraal en kalkrijk zijn. Wow! Superhelder water! Ja, we gebruiken dit gebied ook voor het zuiveren van drinkwater voor de provincie Noord-Holland. Uh-huh. En hier wordt water ingepompt vanuit het IJsselmeer. Wow, dus het zand van die duinen, dat werkt eigenlijk als een soort filter om het water schoon te maken. Ja, inderdaad. Wow, dit is echt een enorm gat. Laten jullie dit nou zo, zodat het zand ook gewoon lekker dat gebied weer in kan stuiven? Ja, vroeger zouden we dat gelijk dichtgemaakt hebben en ingeplant hebben met helm. Ja? Maar nu mag de wind er vrij spel op hebben en mag kalkrijk zand de duin in waaien. Wow. Oh, en is dit dan dat kalkrijke zand? Ja, dit is dat kalkrijke zand. Zit er gewoon een stukje schelp in? Inderdaad. En dat bedekt dan de duinen en de graslanden hierachter. En dat hoort bij een natuurlijk duinlandschap. Oh, dat is wel hard werken, man. Oh, maar dat helmgras, daar gaat het om, hè? Ja, dat helmgras moet weg. 10 jaar geleden hebben we hier een deel van het duin afgegraven. Ja. Daardoor kan het kalkrijke zand stuiven. Aha. En ontstaat er aan de voet van het duin een stuifkuil. Dat is zeg maar het zanderige stukje. Dat is het zanderige gedeelte. Ja. Het zand is tot op het grondwater uitgestoven. Ja. En daardoor is een natuurlijke vochtige duinvallei ontstaan. Dit is nu zo'n typisch natte duinvallei. Wauw. Kalkrijke omstandigheden en een schrale bodem. En daar groeien hele bijzondere planten, zoals deze moeraswesporgis. Moeraswesporgis? Ja, moeraswesporgis. Supermooi. Hier staat nog een rietorgis. Een rietorgis. Oh, dat is natuurlijk ook weer een orchidee. Dat is ook een orchidee. En die houdt dus ook van natte voeten en kalk. Ja, inderdaad. Dus al deze planten vind je in natte duinvalleien. En daar komen weer bijzondere insecten op af. Ja. Die trekken weer vogels aan. Maar bijvoorbeeld de zandhagedis vind je hier ook. Maar die is ook best wel bijzonder, toch? Ja, die is heel bijzonder. En hier groeien dan dus weer allerlei struiken. De meidoren en de duindoren. Ah, met van die dikke vette stekels. Het najaar zit er het beste aan, hè, voor de vogels. Maar door die stekels is hij ook heel ondoordringbaar. En is het een hele goede plek voor konijnen om te verschuilen. Want de vos, die jaagt op konijnen en die kan er dan niet bij. Super slim dan eigenlijk weer, hè, van die natuur. Maarten, wat is dit voor zandkasteel? Dit lijkt toch nergens naar? Ja, hij is nog niet af. Daar gaat het niet om. Het is gewoon lelijk wat je maakt. Het ziet er niet uit. Kijk eens naar die kindjes daarnaast. Dat lijkt toch veel meer op een kasteel? Ja, dat wel. Hoe denk je dat ik me voel als vader? Ik schaam me kapot. Herkent u dit? Uw kind maakt een zandkasteel, maar het wordt een broddelwerkje. Klokko presenteert het Sand Sculpture Team. Maak het mooiste zandkasteel van allemaal. Zodra het mis dreigt te gaan met het zandbouwwerk van uw kind, belt u met het Sand Sculpture Team. Binnen 10 minuten arriveert het team in een onopvallend zwart busje bij het strand. De Klokko-medewerkers stappen uit en haasten zich zo snel mogelijk naar u toe. Voorzien van professionele materialen. U geeft duidelijk aan waar uw kind zich bevindt. Allereerst plaatst het team rondom uw kind en rondom het mislukte zandkasteel een serie windschermen, zodat het volledig uit het zicht verdwijnt. Het team gaat nu buiten het zicht van andere strandbezoekers aan het werk om een professioneel zandsculptuur meesterwerk te bouwen. Het team gebruikt niet het zand van het strand, maar neemt speciale zakken eigen rivierzand mee dat is opgegraven uit de rivier de Moldau uit Zuidoost-Tsjechië. Dit zand is het beste sculptuurzand ter wereld en garandeert de allerbeste resultaten. De bouwers zijn 6 jaar lang opgeleid in het Klokko trainingscentrum in Roelofarensveen. Na slechts 20 minuten worden de windschermen weer weggehaald en is het zandkasteel klaar. Zo lijkt het net alsof uw eigen kind een prachtig zandkasteel helemaal zelf heeft gebouwd. Andere mensen zullen vol bewondering toekijken. Bereid u zelf voor op spontaan applaus. Steeds als Maarten probeerde een kasteel te bouwen, voelde ik me mislukt als vader.
Dankzij het Sand Sculpture Team is elke stranddag nu een feest. Ik voel me top en Maarten hoeft niet meer zonder eten naar bed. Een stranddag met mijn vader is nu veel leuker. Bedankt, Klokko. Als u nu bestelt, ontvangt u gratis het Beach Castle Protection Kanon. Als u weggaat, wilt u natuurlijk niet dat jaloerse kinderen uw zandkasteel stuk maken. De Protection Kanon detecteert kinderen die te dichtbij komen en jaagt ze weg met een krachtige straal water. Bestel het Sand Sculpture Team nu voor slechts €4.895. Zandkastelen bouwen is niet voor iedereen weggelegd. Schaam je nu niet langer met het Sand Sculpture Team. Klokko. Oeh, Bob, hier, deze ken ik. Konijnenkeutels. Konijnen zijn echte duinbewoners, hè? Ja, en heel nuttig. Ja, dat klopt. Konijnen graven holletjes. Daardoor komt het kalkrijke zand omhoog, wat dan weer verstuift. Dus eigenlijk zijn konijnen gewoon de tuinmannen van het duingebied. Ja, inderdaad. Ze houden het gras kort, waardoor duinplanten als het duinviooltje kunnen bloeien. Hier, ja, Bob. Hé, hey, kijk. Het duinviooltje. Het duinviooltje. Ik kijk er bijna overheen, maar deze is dus heel bijzonder, hè? Ja, hij is heel bijzonder. Hier legt onder andere de duinparelmoeflinders eitjes op. Maar de laatste jaren krijgen we er steeds minder, doordat het konijnen niet meer is. Die konijn haalt het gras kort. En daardoor kon het duinviooltje goed boven het gras uitkomen. En waarom zijn er minder konijnen? Door een myxomatose. Konijnenziekte? Dat is een konijnenziekte. Ah, dat is best wel erg eigenlijk. Ja. Maar hoe zorgen jullie er nu dan voor dat je het allemaal goed kort houdt en dat het niet helemaal vol gaat groeien? Dat doen we nu met grote grazers, zoals de Exmo-ponies of de Hooglanders. Wow. Schotse Hooglanders, toch? Ja, Schotse Hooglanders. Volgens mij zijn het er een stuk of vier of zo. Leven die hier nou gewoon zo in het wild? We hebben een aantal kuddes in het duingebied. En ze leven heel vaak in de buurt van de duinmeertjes. Ja. En een Schotse Hooglander die graast echt, die trekt het gras uit met zijn tong. Waardoor het gras half lang blijft. Okay. En er zo meer ruimte ontstaat voor kruiden, voor bloemen. Wilde paarden. Hele kudde, man. En die leven dus meer in die open duingebieden. Ja, inderdaad. En zo komt het hele duin aan bod. Paarden grazen anders dan hooglanders. Ze trekken het gras uit met hun tanden. En houden daarmee het gras kort. Een soort grasmaaiers eigenlijk. Grasmaaiers, inderdaad. Wauw. Moet je kijken, joh. Wat een leven. Beetje lopen, beetje eten, lekker grazen zo. En ondertussen stampen ze dus die struikjes en dat gras allemaal plat. Net als de hooglanders eigenlijk. Net als de hooglanders doen. En zo blijft het duinlandschap dus open en gevarieerd. Wauw. Alvorens u het brede en betoverende Witte Strand bereikt, kunt u eerst nog genieten van een prachtige wandeling door het schilderachtige duingebied. Tjongejonge, ik denk ik ga even naar het strand. Mag dat? Nee, moet ik eerst weer door zo'n ellendig duingebied heen worstelen. Goedemiddag. Wat is er goed aan deze middag? Ja, overal zand. In mijn laarzen, in mijn neus, in mijn mond. De korrels zitten tot in mijn bilnaad. Over 10 minuten bent u bij zee. Kunt u lekker uitwaaien en frisse duik nemen als u daar zin in heeft. Over 10 minuten, dan ben ik van binnen al woestijn. Loop lekker zelf de zee in met je tips. Schongejonge, schilderachtig natuurgebied. Schongejonge, poolwind, mulzand en doodgras. Ja, hallo? Mag ik er even langs? Hoe krijgt u het voor elkaar om in zoveel loze ruimte nog in de weg te zitten? Kijk eens, wat een prachtige drol. Ben je er blij mee? Walgelijk dat mensen overal een hond willen laten kakken. En deze is zo te zien van een kalf van een hond. Nee. Deze drol is van een van onze grote grazers. Die zorgen ervoor dat de bloemetjes en de kruiden gewoon kunnen blijven groeien. Dat ons prachtige en belangrijke duingebied niet helemaal dichtgroeit. Wat is er nou zo mooi en belangrijk aan een paar rommelige hopen zand? U loopt over meer dan 1000 jaar oud natuurgebied. 1000? Ja, deze duinen die herbergen honderden dieren- en plantensoorten. Honderden? En ze zuiveren ons drinkwater. En last but not least, ze beschermen ons tegen de overstromingen. Maar dat staat ook allemaal in dat prachtige foldertje van u. Goedemiddag. Tja, als je dit allemaal weet, dan ga je toch wel even op een andere manier naar het duingebied kijken. Wat een rijkdom. Gaat u ook lekker een strandwandeling maken? Ik ben er bijna. Kijk, dit is dus zo irritant. Dit duingebied is wel wat meer dan wat zandhopen en een paar plukken doodgras die je even door moet voor je stomme strandwandeling. En de zee is zo geweldig. En de zee is zo mooi. Als dit duingebied niet was geweest, dan was die zee al lang over ons heen gespoeld. De mensen weten niks van de natuur. Een schande is het.